Op 25 november vinden de Nightlife Awards plaats in Club Red. Wij vroegen even aan de eigenaar Danny wat hij hiervan vond. Ik vind het een hele eer. We zijn er heel trots op dat wij het mogen doen. Normaal gesproken wordt het vaak in andere delen van het land gehouden. Ook vanwege natuurlijk het vervoer, hè, wat makkelijk. Maar we hebben een pitch ingestuurd en met de hoop dat wij misschien een kans kregen om het te organiseren. En ze zijn langs geweest en ze hebben dat goed ontvangen. En daar ben ik natuurlijk als eigenaar hartstikke trots op, omdat wij dat mogen doen. En dat het een keertje hier georganiseerd wordt, zodat ze kunnen zien dat we ook wij in het noorden er wel iets van kunnen. En waarom wou je een evenement van zo'n grootte naar Leeuwarden brengen? Ik bedoel, zoveel is hier toch helemaal niet te doen? Ja, vind je dat hier niet veel te doen is? Ik vind dat hier heel erg... Ja, het is wel Leeuwarden. Ja, dat vind jij, maar als je gewoon een beetje goed kijkt, dan doen we best wel veel dingen. Ik bedoel, ik geloof dat Leeuwarden een van de meeste evenementen organiseert in Nederland, als ik dat laatst goed heb gelezen en heb gehoord. Dus er gebeurt best wel veel in Leeuwarden. Hè? Als je ook kijkt naar de festivals, hè? En andere evenementen die georganiseerd worden, waar wij wat minder weet van hebben. Maar in ieder geval denk ik dat dit er prima bij past en het streven van... ze willen best de binnenstad worden, cultuurhoofdstad 2000, whatever, al dat. Dus dan past dit er hartstikke prima bij, denk ik. Dus ik denk dat Leeuwarden het best wel goed doet, eigenlijk gezegd. En hoe staat het voor met de voorbereidingen? Zijn die al begonnen? Ja, die zijn al lang begonnen. Het is heel veel werk, meer dan ik had verwacht eigenlijk. Maar gelukkig bieden heel veel... bedrijven zich aan om mee te werken, mee te willen werken, omdat ze ook wel vinden en zien dat dit wel iets van formaat is op zich. Dus het wordt wel daardoor een stuk makkelijker, maar wat er allemaal achterweg kwam, nou, onderschat wil ik niet zeggen, maar is meer dan ik dacht. Wat is dan jouw rol in die voorbereiding en wat moet jij zoal doen? Nou goed, ik hou eigenlijk wel helikopterview over alles. Hè. We komen één keer per week hebben we conference call met Nightlife Awards. Ze komen ook langs. Daarbij zitten we met ons eigen personeel te brainstormen over hoe we dingen het beste kunnen invullen. We hebben natuurlijk al wat dingetjes van formaat gedaan. Ik bedoel, vergeet Serious Request niet. Hè. En de festivals die we organiseren, dus we weten wel hoe we moeten organiseren. Alleen... omdat dit al zo vaak is gedaan en op andere plekken en nog nooit hier, zeg maar, wil je toch wel een overtreffende trap hebben. Hè? Dat is wel heel erg belangrijk. Dus ik denk dat we daarin wel een verschil willen maken. En hoe gaan jullie dat doen? Dat ga ik nog niet allemaal verklappen natuurlijk, want anders dan weten jullie het allemaal al. Maar laat ik het zo zeggen, het wordt intiemer, het wordt exclusiever, het wordt luxer. En het wat internationaler. Dat is de bedoeling. Oké, duidelijk. Dankjewel.